Nou, welkom allemaal bij de buitenraad van de gemeenteraad van Lelystad. In de etalage, hartstikke druk, super. Hoe is het om jong te zijn in Lelystad? Biedt de stad je voldoende en wat zou je er graag willen zien? Deze vragen en meer kwamen aan bod tijdens de buitenraad. Dat is een initiatief van de gemeenteraad van Lelystad om op een informele manier de dialoog aan te gaan met verschillende groeperingen in de stad. Vanavond hebben we het over jongeren. Als je om je heen kijkt, zijn er nog meer jongeren dan verwacht. Hartstikke goed. Veel maatschappelijke organisaties die iets met jongeren doen, iets voor jongeren doen. En vandaag gaat het voornamelijk om de jongeren. De jongeren zijn aan het woord. We hebben ook twee flip-overs achter mij staan, waarop de jongeren tips en tops kunnen geven en dan kunnen de raadsleden later iets mee gaan doen. Jongeren konden op flip-overs hun wensen, klachten, ideeën en voorstellen kwijt. Goede raad voor de raad. Lelystad is voor jongeren best wel niet heel erg uitdagend. Laat ik het eventjes zo stellen. En ik zou die uitdaging graag meer zien. En ik denk door mij samen met andere mensen van mijn leeftijd te verenigen, dat ik die uitdaging misschien wel in Lelystad kan brengen. Er is zeg maar niet echt een bepaalde plek waar je samen met alle jongeren naartoe kan. En dat vind ik zo jammer. Alleen, ik hoop dat dat is ook een van de verbeterpunten en ik hoop dat daar iets aan gedaan wordt. Ik ga nu zelf naar een hbo en ik vind het jammer dat hier geen hbo is. Maar uiteindelijk heb je hier toch wel uitgaansgelegenheden. Je hebt Corneel nu en je hebt Agora. En je hebt een heel makkelijk bereik richting de rest van Nederland. Dus ik vind het eigenlijk hier hartstikke prima voor een jongere student in Lelystad. De gemeenteraad praat, wikt en weegt over ontwikkelingen in de maatschappij. De buitenraad biedt de raad de kans om op een andere manier te luisteren naar klachten en wensen. Jongeren zijn belangrijk. Hè? Jongeren zijn toch de toekomst van onze stad. Dat zijn degenen die hier opgroeien. Waarvan je ook zegt, van, nou, het is, ik zie een aantal opmerkingen staan. Bijvoorbeeld geen universiteit, geen hbo-onderwijs, geen werk voor hoogopgeleide. Ook opmerkingen over goh, hè, weinig te doen. Nou, je wilt toch graag dat je de jongeren bindt aan de stad. Hè, dat er een toekomst opgebouwd. Dus ook voor de jongeren zeer belangrijk en voor ons ook zeer belangrijk wat de jongeren daarvan denken. De jongeren hebben verschillende verbeterpunten aangegeven. Nu maar hopen dat de raadsleden er iets mee kunnen doen. Ik ben er niet sceptisch over, maar ook niet zeker van. Dus ik sta er gewoon met positieve moed en kracht in. En ik hoop heel erg dat ze er iets mee gaan doen. Mocht dat niet zo zijn, dan moeten we er gewoon met z'n allen weer vol tegenaan gaan om dat gewoon wel voor elkaar te krijgen.